Rotterdam is voor mij gewoon thuis. Ik ben er geboren, getogen. Ja, Rotterdam is gewoon iets wat ik mijn hele leven zal meedragen in mijn hart. Ik ben begonnen als 5-jarige jongen of zo. 5, 6 jaar ben ik begonnen met voetballen bij Sparta. Ik woonde toen nog in Spangen. Ja, Rotterdam-West, dat is gewoon, daar ligt Sparta ook. Vrijwel direct zat ik in een goede lichting met goede jongens. Onder andere Wijnaldum, die nu bij Liverpool speelt. En zodoende ben ik stage gelopen bij Feyenoord en daarna terechtgekomen bij Excelsior. En zodoende heb ik gewoon mijn ding kunnen doen. Alleen het was voor mij nooit echt de sport die ik zelf heb uitgekozen. Het is meer vanuit huis uit, als je in Nederland woont, dan ga je automatisch op voetbal als je op sport gaat. Dus dat is zo ook bij mij gegaan. En toen ik zag wat kickboksen inhield, ben ik daar gewoon vol voor gegaan en niet meer gaan voetballen. De technieken, de manier van trainen, dat sprak me gewoon aan. Ja, en ik was er toen gelijk op verliefd op geworden. En uiteraard bleek er ook dat ik als heel snel talent voor had. Luis Tavares! In elke organisatie waarvoor ik heb gevochten, ben ik wereldkampioen geweest. Eerst was dat bij WFL, World Fighting League. En daarna ben ik doorgerold naar Fusion. Het ging daar heel snel. In de tweede partij vocht ik al voor de wereldtitel. In het meer 95 kilo klasse. Tegen Mohamed Bukhari. Oh, he just caught him again. He's going to go for the head again. Oh, my goodness. And Fusion, world champion, ladies and gentlemen. The man in the blue corner, Luis Tavares. En de partij daarna werd ik gevraagd of ik voor het zwaargewichttitel wou vechten tegen een Glory-vechter, Jafar Wilnes. High-ranked, hij stond toen nummer 3 in Glory. En hij was toevallig ook in Fusion kampioen. Of ik die uitdaging aan wou gaan, heb ik ook gedaan. Winnend afgesloten. En de nieuwe Fusion heavyweight. Zodoende heb ik mezelf gekroond als wereldkampioen in 2 verschillende gewichtsklassen. Glory is de hoogste, de beste organisatie. En daar wil ik het uiteraard hetzelfde doen. We zijn in Liverpool. Ja, ik ben hier voor de gezelligheid, maar ook voor serieuze zaken. Ik ben uitgenodigd door een oude bekende van me, speler van Liverpool, Gio Wijnaldum, om een Champions League wedstrijd bij te wonen. En uiteraard ben ik ook hier voor een korte trainingskamp. We gaan boksen. Ja, ik steek hier tijd en energie in om altijd om mezelf te kunnen verbeteren. Mijn laatste partij, mijn debuut op Glory, heb ik gewonnen. Luis Tavares! Maar ja, ik ben een vechter die iedereen plat wil slaan. Heb ik ook in het verleden gedaan bij mijn voorgaande organisaties. En dat is niet gelukt. Dus daarover ben ik teleurgesteld. En daarom kom ik hier om mezelf te verbeteren. Ja, ik ben gewoon kritisch naar mezelf toe en ik wil altijd een betere versie van mezelf zien. Wow, how is it, man? You good? Yeah. Yeah. Left. Changing rooms. See you later, mate. That's my second time here. I like it, though. Just your second day? Yeah, my second time here. Yeah. I've been here before. Don't come to Everton. No? No, come to Liverpool, but don't come to Everton. Yeah. So you're a Liverpool fan? All right. Yeah. We've conquered all of Europe. Yeah. We like it. We've got a good couple of Dutch players, haven't we? Hang on. Kuyt, Dirk Kuyt. Yeah. He was a great player, didn't he? And Mr. Virgil van Dijk. Yeah. They're playing today, right? Yeah, Porto. Yeah. Portuguese team. I'm going to the game. Oh, yeah? Yeah, I want to go. You got a ticket? Yeah. Ook geen helm, nog geen voor hem? Ik heb zijn ticket. Ook geen Dutch. Fuck you now. Engeland is boksen gewoon wereldniveau. Dus als je daar gewoon stappen in wil maken, moet je gewoon met de beste trainen. Dus daarom ben ik hier. Oeh,
What isn't there to tell you? It's a long-standing gym's produced many champions, the Schmidt brothers, Tony Bellew, amongst many more. It's one of the top amateur gyms in the country. This is where Lewis will be, you know, developing his hands while over here. Valt er uiteraard heel veel te leren. Het blijft kickboksen en dat moet je ook zeer zeker niet vergeten. Het gaat om de details. En waar boksers heel goed zijn, dan is het ook echt in de details. Dus daar ben ik hier voor eigenlijk. Boom. Yeah. So you be coming back to the body. Yeah. Punch and move. Bang. Boom. Yeah. Bang. Yeah. He's a unique talent, you know, can do basically anything that any fighter I've ever worked with can do. He can box southpaw, orthodox, fight in the pocket, in range, you know, he's got a good boxing IQ, you know, and that's why the talent he is. Yeah. Hopefully he'll turn over to boxing. It's hard to knock me out with a body shot. Come on, get in, spar. Wat ik er mooi aan vind is die kleine bewegingen, hoe je je stoten moet plaatsen op een goede manier. Hoe je na een stoot moet wegbewegen zodat je niet geraakt wordt. Het zijn echt die kleine dingen wat je gewoon verder gaat helpen. Dat vind ik zo bijzonder aan deze training. Weet je toch, in boksen zeggen ze altijd hit en not get hit. Dat is de motto. En ik vind dat dat te weinig terug te vinden is in het kickboksen. Maar het is wel heel belangrijk. Snap je, als je iemand de koud kan slaan en terwijl je dat doet, niet geraakt wordt. Dat is het belangrijkste dus. Best een zwaar training, maar lekker leerzaam. Dus, straks weer, 4 uur. Lekker wikkelen, toch? Wij hadden dezelfde fysiotherapeut. En, ik was in die periode dat ik in mijn pre-midlife crisis was. En toen was ik continu op zoek naar sparringspartners waar ik een beetje mijn vaardigheden op kon en wilde testen. Mm-hmm. En toen kwam ik mijn vaste fysiotherapeut die zei, ja, ik heb hier een talent lopen, jong knulletje, die kan echt goed kickboksen. Ik zeg, nou, stuur hem eens even langs dan. Dus ik dacht, dan ga ik die ook klappen geven. Maar ja, dat lukte niet. Dat is eigenlijk samengevat zo. Toen was je 17, denk ik, net 17. Ja. Je was nog in de B. Ja, ja. Kom je in een heel groot huis terecht. waar die alles had. En ja, sindsdien is het ontstaan eigenlijk. Altijd. Heeft hij me altijd support gehad. Andersom ook. En. Ja, de laatste 2 jaar werken we wat intensiever samen, zeg maar. Zo'n beetje elke dag. Ja, de laatste 2,5 jaar ben ik hem heel intensief gaan begeleiden. Dus eigenlijk vervul ik de rol van trainer en manager. En oliemannetje en zijn tassen dragen en alles wat erbij hoort. Dus ik probeer eigenlijk de regie te nemen over het hele proces. Over zijn kracht, zijn conditietraining, al zijn trainingen, zijn sparringen. Dus ik ben in dienst van meneer Tavares. En tot nog toe betaalt het slecht, maar het bevalt goed. Lewis, Thomas, Lewis. Hey, man. Hoi. From a boxing point of view, I've seen Lewis sparring before. You know, a good technical, solid all-round spar. I want him to nullify Thomas, but vice versa, I want Thomas to nullify Lewis. And you know, see how it goes technically with them. Yeah, he's a good kid. De boxers hebben meer geduld. Wachten meer af op het goede perfecte stoot. Ze proberen je te raken met
schone stoten. Dus daar zijn ze gewoon heel geduldig. Hè. Ze zetten hun stoten goed op, bijvoorbeeld met de jabs en zo. Dus ja, dat is eigenlijk het verschil met kickboksen. Hey, thank you, man. Who do you want to win, Liverpool or Porto? I'm for Liverpool. Yeah. I'm here, so I can't say Porto. You support Man City? We here. Yeah. We love your music. For me, Everton. Everton. Everton driving a Liverpool bus. Man. Whatever pays the bills, man. That's it. Whatever pays the bills. Yeah. There you go. At the end of the storm, there's a golden sky and the sweet silver song of love. Walk on through the wind, walk on through the rain. Ja, goed, maar met jou? Lekker. Ja. Goed om je te zien, hoor. Ja, zeker.
Je bent nu wel veel groter, hè, dan eerst. Ja, maar eerst toen ik je zag, Kenneth zei het dan van, wow, hij is groot geworden, man. Ja. Louis ken ik van Sparta, F1. Dat is inmiddels al, hoeveel, 20 jaar geleden? 20. Na, hadden we 6. Ja, 6-7. Ja, 6-7, dat is 22 jaar geleden. Toen ben ik naar Sparta gegaan en kwam ik in Elftal met Louis. En ja, we zagen elkaar 3 keer in de week. Was maandag. Ik weet nog maandag, vrijdag en zaterdag hadden we wedstrijd. Ja. Dus ik kwam met zijn broer en zijn vader. Klopt. Kwamen ze vaak naar wedstrijden. En Louis was een keeper. Die heeft er namelijk voor gezorgd dat we kampioen geworden zijn. Ondanks dat we een keer 6-1 pak slagen hebben gehad van Feyenoord thuis. Maar voor de rest hield hij zijn doel was gewoon. En daarna hebben we nog bij elkaar op school gezeten. Op Toybekke, Alexander College. En ja, daarna ging iedereen zijn weg. Hij is kickbokser geworden. Ik ben voetballer gebleven. En ja, nu ontmoeten we elkaar weer hier in Liverpool met mijn huis. Maar als jij nou kijkt naar hem als kickbokser, hè, wat kunnen wij nou voor jullie leren? Ja, ja. Voor ons leren? Alexander. Ja, man. Is moeilijk zeggen, is het totaal andere sporten? Is moeilijk zeggen. Ik zie jullie bijvoorbeeld, kijk, voor mij, ik durf niet eens te vragen. Als het moet, moet het. Ja, natuurlijk. Echt zo, weet je, bro, je hebt geen ruzie met diegene, wat dan ook, dus je moet... Hey, dat is niks voor mij. Hey, je komt uit Schiemont, dan moet het. Tuurlijk, maar dat is, dan moet je, dus dan ben je niet bang. Maar ja. Zo bijvoorbeeld, als jij bijvoorbeeld nu met mij in een ring moet gaan en ik moet tegen jou, is een ander soort beleving voor mij. Dus ik kijk altijd wel tegenop. Ja. Dat hun toch die beleving hebben van. Maar weet je wat ik van jullie wel echt lauw vind? Want jij staat toch wel, misschien 3 keer in de week of zo, sta je toch wel voor 50.000 man. Dat is voor mij dan echt iets, weet je toch? Dat heb ik nog nooit meegemaakt, snap je? En jullie maken wat. Ja, voor ons is het... voor jullie is dat gewoon is anders. Ja, je bent eraan. Ja. Maar toch, ik moet zeggen, met wedstrijden zoals Champions League en zo. Ja. Voor mij, elke thuiswedstrijd bij Liverpool. Ja, is uitgevoerd. Ik moet zeggen, wanneer ze weer zingen en dat soort dingen, dat went niet hoor. Ik vind het juist mooi. Toen ik klein was, wou ik dat altijd. Dus nu heb ik het, dus ik geniet ervan. Maar. Ja, toch. Ik heb een paar wedstrijden heb ik niet gespeeld omdat ik geblesseerd was. En dan moet ik naar mijn team kijken. En dan ben ik wel zenuwachtig. Daar heb ik ook wel... Ik heb ook nooit de wedstrijden afgekeken. Tenzij ik in het stadion ben. Maar op tv kijken, dan zet ik hem weg. Is te moeilijk. Ja, ja. Dan voel ik het echt. Ja, dan voel ik wat de andere mensen voelen. Sorry. Maar als ik zelf speel, dan heb ik het niet. Ja. Ik moet wel eerlijk zeggen, kijk, je voelt het wel, maar ik weet er wel goed mee om te gaan. En het valt bij mij wel reuze mee. Maar alleen... Ja, dat moet wel gebeuren. Ja. Ja, dat is bij ons, we hebben die 3 momenten in het jaar, misschien 4, waar het gewoon echt moet gebeuren. Precies, wij hebben... Ja, snap je? Alles speelt zo, misschien 60 wedstrijden. Ja, zo'n get ons bij. Ik denk dat je bij ons wat meer foutjes kan permitteren dan bij kickboksen, weet je. Ja. Bij kickboksen, 1 fout kan echt fataal zijn. Bij ons kan je een fout maken, maar je kan weer in de wedstrijd een beetje 90 minuten lang. Ja, zeker. Dus je moet echt... scherp zijn. Ja, graag. Ja. Hoe zien jullie sterren? Ik doe helemaal lachen, toch? Je gaat lachen. Jim, maar... Ik doe zo, ik dacht. Je bent gewoon zo kijken. Ja, dat bedoel ik. Dat zou bij mij al fout gaan, hè? Ik moet zo, misschien moet je hem gewoon aankijken. Echt dood maken, toch? In die ring, je weet toch? Maar anders... Hij is gelukkig, hij is gelukkig. Ik denk dat mij zou het alleen lukken als ik echt naar een probleem ga. Als je haat om problemen. Snap je, als je haat hebt. Snap je, anders wordt het moeilijk. Ja, toch. En later op de middag ga ik richting Manchester. Om daar te gaan sparren met Yui Furry, neefje van Tyson Furry, ook een bekende bokser. En ik hoop daar gewoon heel veel van te leren. Yes, he's been with us in the gym. He came last year. His hand speed is very, very good. He puts his punches together very well for boxing. He can rely on his hands as well as his legs. So it's got good ability. Very good combination punching, fast, accurate shots.
Fury. He's had about 26 fights, 24 wins. He's fought for a world title, lost on a split decision. He's fought for an eliminator for a world title. He's highly ranked in top 10 in the world. So he's a world talent in the heavyweight division. Klaar? Ja, ja. Ja, ik denk dat hij gewoon... Hij zit hier, hè? Nee, hij heeft mijn ding geraakt. Ik denk dat hier. Want het is... Kijk. Het is geen rib, denk ik. That's boxing for you. Things happen, accidents happen and stuff like that. It's just, it's all about taking the most out of that and learning from it. And that's life. See, boxing is a learning curve. You learn everything new every day. Niks ergens aan de hand, hoor. Nee, maar laten we er ook helder over zijn. Kijk, hij staat gewoon met een van de top 10 heavyweights in de wereld. Zat hij gewoon 4 rondjes. Nee, je hebt het zelf gezien. Hij staat gewoon zwaar te beuken. Hij heeft hem gewoon echt serieus geraakt. Ja, en als je de laatste op een stootje loopt, nou, zwaar. Dat is wat Piet ook zegt. Dat is collateral damage. Dat gebeurt gewoon. Maar ik vind dat je vandaag een van je beste prestaties in de sparringen geleverd hebt. Het liefst sluit me in marathon. Zet je dit gewoon voort nog 4-5 minuten. Dit kan gewoon gebeuren. Whatever goes around, comes around. Every lifetime is a lesson. This is what I find. No matter who you are, gonna have your ups and downs. Whatever goes around, comes around. Nog nooit een gekneusde rib gehad. Dus het is mijn eerste kneusde rib sowieso, maar toen ik het overkwam dacht ik van wat gebeurt hier nou, maar ja, eens moet de eerste keer zijn toch. Ik doe kickboksen al 16 jaar en ja, nog nooit echt een zware blessure gehad. Maar dat zie je ook wel in mijn vechtstijl, hè? Hit and not get hit, stoot ontwijken, ja, dan hou je lichaam wel heel. Ik ben gewoon rustig hersteltraining aan het doen, gewoon actief. Gewoon actief bezig zijn zodat je het sneller herstelt. Dat is ook belangrijk, want meestal ja, dan ga je gewoon op je, ga je gewoon niks meer doen, dan duurt het gewoon veel langer. Maar ik ben gewoon actief bezig en ja, ik hoop dat het gewoon snel overgaat. En dan kunnen we weer verder met het normale programma. We verwachten dit jaar dat Lewis voor de wereldtitel gaat vechten tegen Artem Fakhmetov. En ja, ik verwacht dat hij gaat laten zien waarom hij binnen al zijn organisaties waar hij gevochten heeft kampioen is geweest. En ik verwacht dat hij dat bij Artem Fakhmetov opnieuw gaat laten zien. En van daaruit gaan er denk ik nog mooie dingen ontstaan. Maar ja, onze ogen zijn nu voorlopig gericht op de prijs die Glory nu voor ons ter beschikking gesteld heeft. En dat is een wereldtitelgevecht tegen Artem Fakhmetov die in de tweede helft van dit jaar plaats zal gaan vinden.